Joseph, zo heet de productie van Theaterschool Teilingen die binnenkort op de planken staat. Patrick de Ridder is hier om daarover te vertellen. Welkom. Hallo. Patrick. Dankjewel. Fijn dat je er weer bent. Ja, goed hè? Ja, goed. Voor je sidekick word ik. Het zal wat worden met nou, ons. Nou toch. Het zal wat worden. Wordt wel gezellig. Voordat we naar Joseph gaan, ja. Want daar ben ik heel nieuwsgierig naar, wil ik eerst naar die hele feestelijke dag in september. Daar was je bij, hè? Daar was ik bij. Daar, ja. mocht ik bij zijn. Mocht ik getuige van zijn. Ja. Dat jullie school, jullie plek, jullie atelier, jullie theateratelier, sprookjes, tuin. Ja. Want zo heb ik het ervaren, geopend is. Ja, klopt. Wat een feest. Ja, dat was echt. We hebben echt wel ons best gedaan om er iets van te maken. We hadden nog wat beperkingen natuurlijk. Jullie moesten in een paar rondes, hè? Klopt, ja. Nou, 7 rondes zijn het geworden. 7? 7 rondes, ja. Wat zullen jullie moe zijn geweest? Nou, dat viel wel mee. Ik weet wel dat de laatste... Want we deden dus 7 rondleidingen. Ja? En ik had iedere keer Annemiek deed in hetzelfde uur. Bij de laatste ronde was ik wel een stukje korter. Dus dacht ik wel, nou, het is nu klaar. Dus, nou, dus er waren de grapjes achterwege gelaten. En in iedere ruimte voor degene die er dus niet waren was... Ja, en, vertel. Was een optreden. Dus, ja, ja. Dus het werd geopend. En dan waren er... Ieder uur kwam er een nieuw groepje. Werd binnengebracht met een locomotiefje. En dan, dan werd geopend in iedere ruimte. Dus we hebben natuurlijk wel 7, 8 verschillende ruimtes daar in die school. Was een optreden van Anastasia tot aan Aida. Ja. Tot Sound of Music is er zelfs voorbij gekomen. Dus het was dus op iedere ruimte moest er ook dus apparatuur zijn. Dat was echt een heel gedoe. Maar ja, het is allemaal gewoon gelukt. En het is iedereen was. Ja, de monden vielen open hier en daar. Ja, die menen weer nu. Ja, geloof ja. ik, merk ik. Terwijl je vertelt. Ja, precies. Ja, ja is... ik heb mijn ogen uitgekeken. Ja, het was zo ontroerend ook. Ja. En al die verschillende sferen. Ja. Het was net echt de Efteling. Nou, precies. Nou, daar hebben we met elkaar ook wel naar gestreefd. Ik ben in, toen ik dit pand kreeg, was het in een oude fabriekshal, hebben we die omgebouwd. En toen ben ik gaan kijken in een theaterdecorafdeling in Hoofddorp. En die zei tegen mij, je moet alles wat je hebt laten zien. Dus vroeger, ik heb bij de hoofdstoperette gewerkt, hadden ze schappen en daar stond alles in. Paleis en een bos en dit en dat opgerold en opgevouwen. Hij zegt, dat moet je niet doen. Mensen moeten net blij zijn dat ze bij jou gaan werken. Nou, dat is natuurlijk niet tegen een dove gezegd. Dus ik heb dat... Dus met gaan uitpakken. Uit gaan pakken en alles kan aan en alles doet het. En dan bijvoorbeeld aan de etalage poppen, mooie poppen ook. Ja. Met hoofden eraf en, of één arm. Heb ik er inmiddels bijna 30. Dus ja, ik zeg altijd, we hebben weer een bewoner erbij. Als ik weer zo'n... Maar die zijn dan mooi geëtaleerd. Ja, dan is dat... en ook stukken decor. Klopt, ja. Van Quasimodo staat ja. Bij For Lady. Ja. Ja, en dan kan je het ook van dichtbij. Je kan het aanraken. En dan wordt het een soort... Ja, een beleving. Nou ja, dat is het. Beleving. Dat is het, ja. En er was een klein theater waar ook klopt. Echt de... Misschien beginners of bangerikken. Ja. De angst, hoe zeg je dat? De vrees voor toneel. Klopt, hè? Ja, en ook de kleinere voorstellingen die ik niet in een groter theater kan doen. Dan kan je daar 3 weekenden of 4 weekenden. Dus dan kan ik 20 of 30 of 40 voorstellingen doen. Dat is misschien wel heel veel. Maar maar het was wel leuk, want daardoor was je heel dichtbij. Precies, je kan ze bijna aanraken. Je kan ze bijna aanraken. Dus ik heb echt overal met die mond open gezeten. Ja, het is en dus... het was zo mooi met muziek ook. En met zang. En Ja, dat is waar we goed in zijn. Dus toch waar een ander stopt, gaan wij door. En dat geweldige atelier met al die naaimachines en doosjes met bandjes en glitters. Ja, ja. En, goed, en, hè? Oh. Ja, dat is voor mij ook echt een snoepwinkel. Dus echt, als ik daar ben, ik ben er heel veel, dan denk ik altijd, oh, dit is zo fijn. Je eigen plek, je hoeft niks op te ruimen. En ik ben heel geordend, want ik hou dat het allemaal netjes is. Maar als het er ook aan het werk is, dan is het zo fijn dat... Het bruist dan. Ja, dynamiek. Er wordt iets gecreëerd. Je maakt van niets iets. En dat is het is zo fijn je eigen plek te hebben. Ja. Dat je ook de baas bent. Ja, want jullie zaten vaak in een oude school, toch? Of ja, zo? Nou, we zaten in de andere school. Of een nieuwe school. Ja, er was wel een A-locatie, er had allemaal niks mis mee. Maar dan zit je toch in een school van een ander. En wij zijn gewoon een te grote school met te veel leerlingen, te veel groepen. Decors die wij voor onze oude traditie maken, en dat wil niet zeggen ouwelijk of oudbollig, nee, sterker nog, het spreekt tot de verbeelding. En we laten zien wat je kan laten zien, en we laten weg wat je weg kan laten. Dus ja, dus we zijn daar helemaal op onze plek. En, ja, en wat me ook opviel, want ik heb niet al jouw voorstellingen gezien, maar wat ik daar zag aan
actrices, acteurs, zangers, onbevreesd. Ook al was het misschien niet altijd helemaal zuiver, onbevreesd, ja. Blij. Ja. Enthousiast. Nou ja, er zin in hebben. Het is voor iedereen. Klopt. Zo voelt het. Ja, nou ja, het is, weet je, vrij is misschien wat belangrijk, dat je je vrij voelt. Dat voelde ik, ja. Dat je hart laat spreken en dat je dan loslaat op dat moment. Dat je denkt, oké, ik kan niet bij die nood, ik noem maar even wat. Ja, dat kan. Iets technisch. Ja. Maar het gaat erom, als jij dat vol overtuiging, ja. Snap je? Ja. Kijk naar de troonrede. Kijk hoe Beatrix het doet en kijk hoe Willem-Alexander het doet. Ik ga geen commentaar op hem leveren, maar die staat gewoon niet... Hij staat niet achter zijn tekst, dus dan ga je hakkelen. Als je niet meer weet waar... dat zeg je wel wat. Ja, ik durf het te zeggen. En ik ben heel koningsgezins, maar ik zag wel, dacht ik nou... Hij moest iets zeggen waar hij niet achter stond. Dat denk ik. Ga jij maar eens een tekst voorlezen die ik geschreven heb, wat jij denkt, wil ik eigenlijk niet zeggen. En je moet het toch doen. Ja, dan ga je stotteren. Jakkelen, ja. Maar bij jou zongen ze, vrijuit. Ja, toch? En ze zagen er schitterend. Ja, ja, dat doen we er ook. Ik had wel 3 rondjes willen doen. Ja, ja, dat heb ik ook vaker voor. Dus mogen we nog een keer? Ja, mogen we nog een keer. We gaan het misschien een keer nog op een avond doen. We doen nog steeds wel rondleidingen. Dan zijn natuurlijk niet overal is er iets. Maar dan kleed ik het wel een beetje aan. Leuk. En we gaan straks gewoon, ja, gaan lekker los met de voorstelling. We gaan even naar een filmpje kijken. Ja, dat is goed. Van die opening, van die speciale zonnige, geweldige dag. Ja. Wie heeft het geopend? Of laten we dat als verrassing zien? Ja, laat maar als verrassing zien. Oh, dan starten we nu het filmpje. Goed zo. Ik wil jullie van harte welkom heten tijdens deze opening waarbij wij jullie een rondleiding geven. Ik ben ongelooflijk trots dat we hier een theaterschool hebben. Een eigen theaterschool die zelfs de naam Theaterschool Teylingen draagt. Patrick, ik hou van je. Annemiek, ik hou van je. Er is ook iets naar mij vernoemd. Ik hoop niet de wc. Een feestelijke opening. Ja. De burgemeester. Klopt. Annemiek. Ja. Jij bleef een beetje op de achtergrond. Ja, ik wou echt 3 dames, vond ik leuk. Ja, want de derde dame, Joke Bruijs. Joke Bruijs. Een vriendin van jou. Mijn vriendin. Ja, ik heb met haar gewerkt en zij is eigenlijk wel mijn meest dierbare collega, omdat zij de allure, de sterallures heeft zonder lastig te zijn. Maar gewoon... Ze weet waar ze het over heeft, ja, hè? Precies. En zingen en toneel. Wij klikten gewoon. Dat was gewoon gelijk goed. Dus toen ik er ook belde, toen zei ze, wat moet ik voor je doen? Zei ik, nou, wil je mijn school openen? Wil je onze school openen? Natuurlijk. Dus ze is van tevoren geweest, dus ik was er echt. Dus ik kom nog een keertje terug om het aan de man te laten zien. Ze was ook zo enthousiast, hè? Zeker, zeker. Ja. Ze liep ook echt te genieten. Ja, klopt. Ja, ja. Ik heb ook zo ontiegelijk met haar gelachen. Ook hard gewerkt met haar een seizoen lang. Maar dus dat, ja, dan, en ik had meerdere hoor, collega's die ik kon uitnodigen. Ik dacht van, nou, die zat ook een beetje te lonken. Ja, want waarom Joke dan? Behalve dat ze geen pretenties heeft. Maar... Nou ja, omdat ik wilde ook per se een zaal naar haar vernoemen. Dus de theaterzaal heet nou de Joke Bruiszaal. Ik heb ook een eigen zaal en ik heb een ridderzaal natuurlijk. Ik heet die ridder van me. Dus, ja, dat is een smeergrapje. Dus, en Annemiek heeft ook een zaal, want haar tweede naam is Wilhelmina. Dus die heeft de Wilhelmina Hall. Die heeft een hele hal zelfs. Dus dat was in de neem. Ja, omdat zij een van de weinige actrices die, van de oude stempel. Dus die kan en zingen, dansen, acteren. Heeft in musicals gestaan. Onder andere Blood Brothers. Daar was ze heel goed in. En ja, in de André van Duin revue en in de Mounties. Dus dat is voor mij... ik wilde zoveel toen van haar weten. Hoe ging dat en hoe ging dit? Ja, en die heerlijke serie toen was Geluk heel gewoon. Nou, dat natuurlijk al helemaal. Dat kan ik ook 100 keer zien. En hoezo is dat... De chemie die zij heeft met Gerard Cox. Ja. Die wil hun gewoon samen zien. Er is iets in die twee. Ja. Dat vind ik zo mooi om naar te kijken. Ja, ik ook. Ben met dus dat, ik was echt trots toen ik met haar werkte. En, ja. en dat gevoel heb ik altijd volgehouden. En dacht... Daarom zei daarom ze moet met zij. Haar energie ja. De boel... En ik kan nog 10 namen noemen die hadden kunnen staan. Maar ik heb echt... En ik wist ook zeker... Ik hoopte dat ze ja zou zeggen. Nou, dat deze. Nou. Ze ging vrolijk naar huis. We hebben nog naar elkaar gezwaaid. Ja, zeker. Ja. Okay, goed zo. Nu, Jozef. Ja. Ja, ik ken het verhaal nog van de Bijbel van vroeger. Van alle mooie verhalen. Klopt. Op school verteld. Ja.
En het is een indringend verhaal. Er is ook, heb ik gelezen, al een musical in Broadway geweest. Klopt, klopt. Hij is dus van Webber. Ja? Nou, hij is eigenlijk... Webber, zijn eerste musical was dus Joseph and Amazing Technicolor Dreamcoat. Precies. Dat is deze show ook. Alleen we hebben die hele lange titel even weggelaten, maar we hebben de officiële rechten. Oh, oké. Okay. Die show is geschreven voor een schoolmusical. Dus je moet zo zien dat er allerlei stijlen zitten. Van een calypso tot aan rock, tot aan een cowboydans. Dus er zit van alles in. Daarna hebt er een goede regisseur na de jaren 70, na zijn 68 geschreven. Een complete musical van gemaakt voor volwassenen. Wel met een kinderkoor, want het is een lerares, een vertelster. Die vertelt aan de kinderen het verhaal en stapt zo het verhaal in. Die hebt het echt goed aangepakt. Die show is fantastisch. Is echt een goede show. Goede muziek. Een goede orchestratie. Goede verdeling. Maar je hebt 11 broers nodig. Dat wou ik dus net zeggen. En als ik het zie door niet-professionele mensen... Ik ga het weer niet afkraken, ga het proberen. Dan zie je, dan is er een Jacob. Die heeft dus 12 zoons. Ze hebben ook nog wat dochters, maar die laten we even achterwijgen. Van 3 verschillende vrouwen. Hij heeft de Jozef en zijn jongere broer. Die is van een vrouw. Die is snel overleden, Benjamin. Dan heeft hij nog een vrouw en hebben twee... Rachel, Lea. Ja, en een dorpsmaagd of zo, hoe zeg ik het ook weer? Hoe noemt het ook weer? Een dienstmaagd. Oh, dienstmaagd. Dat vind ik altijd een raar beroep, dat kan maar één keer zijn. Ja, een soort huishoudster. Ja, denk ik. Maar het is dienstmaagd, dat kan toch maar één keer. Dat kan ja, in 10 minuten gebeurd zijn. Ja, je kan maar één keer maagd zijn, ja, dat is waar. Ja. Dus dan moet je weer een andere baan nemen, ik weet het niet. Nou ja, maakt niet uit. Ja. Inderdaad, maar die spelen wel mee, die 3 dames? Nee, maar die hebben niet daadwerkelijk een betekenis in het verhaal. Okay. Het gaat echt om zijn verhaal. Nou, die broers kan ik gewoon bezetten. En bij mij zijn de bezetting klopt ook. Die gaan van 13 tot en met 21, 22. Dus die zijn jonge... Dus die leeftijd klopt ook. Die zijn jonge knapen. Want dan zie je vast van die... Ja, dan komen er van de mannen op met baarden en dat ik denk, ja... Als deze zoon in de 50 is, hoe oud moet die Jacob dan wel niet zijn? Snap je? Dus ja, vroeger werden ze wel 150, geloof ik. Nou ja, dat, ja, ja, nou, ja, nou, ja 500, ja, ik weet precies. Het niet meer. Maar nou, in ieder geval, geloof ik ook niet. Die is helemaal bezet. En wat ik ermee gedaan heb met die show, is... hij is eigenlijk, er zit een pauze in en hij is bijna 2 uur. Ik heb hem teruggebracht naar 1 uur en 10 minuten. Dus ik heb de essentie er weer uitgehaald en gedacht, oké, wat is... Mensen willen ook niet meer zo heel lang zitten kijken... Terug, ze willen geraakt pauze, worden. Juist. En even napraten. Dan blijf je in het alsof je een boek gaat lezen. En de volgende dag moet je altijd weer even dat boek weer opratelen. Dat is met een pauze ook. Soms werkt een pauze als een show te lang is. Op leerlingenvoorstellingen. Met veel muziek en veel verschillende gezichten. Dan heb je even een soort... Of als er misschien veel decor verbouwd en ja, gedaan. Nou, het valt bij Jozef valt het allemaal reuze mee. Het valt veel in de verbinding. We werken met hele grote trappen. En we werken wel met een grote gevangenis die op een gegeven moment op. En dat is de scène die daarin zit. Waarvan die... Want gebruik je wel het verhaal dat hij in de put wordt gegooid. Ja. En dat hij die dromen duidt. En de farao. Ja, de farao is eruit geknipt. De farao is eruit. Ja, de farao is eruit geknipt. In de zozin is dat de vertelster is even farao. Die vertelt wel wat hij gehaald wordt. Omdat hij dromen kan voorspellen. Ja. En dan voorspelt hij die 7... Precies. Zeven magere jaren. En zeven vette jaren. In plaats van die dikke koeien. Weet je, dikke koeien. En de magere koeien vraagt hij die dikke op. Of andersom. Was dat het? De magere koeien vraagt hij de dikke op. Juist. Dat wordt allemaal verteld, maar dat gaat vooral om dat hij wordt buitengesloten door zijn broers. Ja. Omdat hij is de lieveling van zijn vader, ook omdat zijn moeder. En hij krijgt een mooie jas, een mooie mantel. Hij wordt verwend een beetje. Ja, nou ja, ze steken hem zijn ogen uit. En hij is eigenlijk zo eigengereid dat hij dat zelf niet doorheeft. Dan zoveel jaar later komen die broers weer voor hem te staan, omdat ze dan die 7 magere jaren in zitten. Die vragen hem om eten. Die herkennen hem niet. Nee. En dan denkt hij, wat ga ik doen? Ja. En dan neemt hij Benjamin in de... Dus zijn broer waar hij het meeste mee heeft. Ja. Nou, het wordt de hereniging wordt heel mooi. En ook, we hebben wel 1 doorloop gehad waarvan er een paar achter de tafel al zei... Ik heb kippenvel van voor tot eind. Je weet, daar hou ik van, hè, als je kippenvel krijgt. Terwijl je vertelt, krijg ik het al. Ja, daar ben jij zo goed in. Je weet mensen echt... Hoe doe je dat? Die snaar raken? Ja, dat is een drie. En dat gebeurde ook op die dag van de opening. Dat je daar zit. Je ziet misschien maar een kwartier of zo. Ja. En dan zit je toch bijna te huilen of je hebt kippenvel. Ja, Wat is jouw geheim? Ik kan het wel uit de doeken doen. Er zit 1 nummer. Ja, dat heet dan
Close Every Door, dat heet Sluit Alle Deuren. Maar dan zit hij in de gevangenis en dan denkt hij echt, ik heb het toch verkeerd gedaan. En dan komt er inderdaad een, ja, een de ridder truc, noem ik dat. Ja, je hoeft niet alles te verklappen, ja, ik hoef niet, maar het gaat er hier om dat je... Maar jij weet iemand te raken, mensen te raken. Ja, op het moment dat iets mooi is, dan kan je dat zo laten en zo klein laten. Je kan ook denken, oké, hoe kan ik dat gevoel versterken zonder dat je dat zelf doorhebt? En dat is eigenlijk door het of heel veel mooier te maken of door in zijn hoofd te duiken. En hij zingt dat hij zingt op een gegeven moment kinderen van Jacob, die zijn nooit alleen. En ik dacht, dan moet je dus in die gevangenis, normaal, die gevangenis kan je maken zoals je hem hebt. Je kan twee tralies, je kan het projecteren, hij zit daar een beetje depressief te wezen. 19 keer zit hij daar helemaal in zijn blootje, met alleen zo'n lenderlap om. Ja. Dat vind ik al niks. Dat is al veel te bloot. Dan moet je door die, hoe moet ik dat netjes zeggen? Dan moet je al door dat lijf heen. Ja, dus bij mij zit hij veel meer aangekleed. Ik wil dat niet. Met draperieën of zo een beetje. Nee, hij heeft gewoon dus die blouse waarvan hij in die put is gegooid. Bij ons is dat een zak, want dan moet je weer een put opbrengen. En iedereen snapt dat die put niet diep is. Dus dat is al, dat moet je al weer goed aanraken. Zijn kleren zijn gewoon verscheurd. Dus die blouse die onder de jas aan had, die heeft hij aan, maar dan verscheurd. Ja, ja. Dus hij zit nog wel enigszins aangekleed. Ja. Dan zingt hij, kinderen van Jacob, die laat je nooit alleen. Dus dan laat ik die, dan zie je op de achtergrond, door die gevangenis heen, zie je zijn broers door die woestijn heen lopen. Oh. Met die herderstokken, allemaal verschillende maten gemaakt. Dan komen ook nog op het hoogtepunt al die kinderkoor op met een kaars. Ja, en dan komt er een hoogtepunt, dan gaat hij staan. Ja, dan heb je kippenvel van begin tot eind. Dus dat werkt, dan werkt het nummer, de orkestratie werkt. Het is een combinatie. Combinatie, en dan zeg ik tegen de lichtontwerper, die heeft er nogal bij gezeten, dit is het moment. Ja. Er is altijd één wat ik het moment noem. Ja. En dan ga ik niet zeggen, voor 100%, ik weet zeker dat het gaat werken, maar ik durf mijn hand in het vuur te steken als dat niet gaat werken. Want ja, je hebt gewoon daar ook montage voor, om daar ook nog eens een keer... En ik zeg altijd, ik maak 10 ideeën, dan vallen er 3 af, blijven er 7 over. Maar maak je maar 2 ideeën en dan valt er 1 af, heb ik er nog maar 1. Ja. Dus je... En dat wisselt ook op weg naar de voorstelling toe? Ja, Martijn is hier, moet je me vragen. Ik verander heel veel. En dan, ik gooi dansen eruit. Ik maak natuurlijk zelf de choreografieën, dus het is altijd een versterking op het verhaal. Als je een losse choreograaf hebt, dan komt er een huppeldansje vaak. Van paddebré, dubbel pirouette en de been omhoog. En dan denk ik, ja, en nu? Snap je? Dus... Doordat het één grote pan is waar het uitkomt. Je moet alleen voor waken dat het niet een eenpansgerecht wordt. Maar daar heb ik dan weer Annemiek voor. Die is niet bij alle repetities. En die kijkt er vers tegenaan. Die zegt, waar komt dit kostuum vandaan? Dus de afgelopen 2 weken geleden hebben we al een doorloop gedaan voor de jongens in kostuum. Dus dan zie ik al in een heel vroeg fase. Nee, die jas die valt daar af. Die strookt aan de benen is niet goed. Die maak ik dan ook zelf met mijn team. Dus dan wordt het een kruisbestuiving die gaat kloppen. Dus wat je vaak ziet is dat op het laatste moment pas de kostuum aan hebben. Ja, dan zit dat allemaal niet lekker. Of je krijgt iemand een opplaksnor. Die staat de hele tijd zo. Dat je denkt, ja, waarom? Laat je eigen snor staan. Of als je geen baardgroei hebt, krijg je dus geen baard. Snap je? Dus zo gaan wij te werk. En eigenlijk zoals je in de professionele wereld ook werkt. Alleen werk je nu niet met mensen die ervoor betaald krijgen. Maar die wel de ambitie hebben om het goed te doen. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat is die show doen we dus in de Muze op de 20e, 21 november. En het is voor ons heel belangrijk dat die goed bezet gaat. Ja. Want je weet dat nu professionele mensen ook die zaal slecht vol krijgen. Er is natuurlijk gaan we niet over praten, over die verdeling. Ik wil het niet weten. Nee. Wij kunnen ons ik vind het vreselijk, want ik wil dat het voor iedereen toegankelijk is. Dat zelfs in onze statuten van de theaterschool. Dat de prijzen altijd laag zijn. Daar moet je al van... Dus dan denk je, oké, wat kan ik doen? Ja. Een hele mooie show maken dat mensen denken, wat een prachtige show. En nou wil ik die show ook natuurlijk nog verkocht hebben. Ja. Nou gaan er 60 mensen de vloer op, zei ja, je? Klopt. Dat zijn er heel, heel veel. Heel veel. Die hebben allemaal vaders, moeders. Moeders, precies. Ooms, tantes, opa's, oma's, ja. Broertjes, zusjes. 8 × 60 is 480. Je zou denken, zit je vol. Ja. Het is alleen zo, ik kom zelf uit een tijd, dat zat ik bij, dat noem ze wat... En dan moest je per se zoveel kaarten verkopen. Dat wil ik een ander niet aan. Nee. Hetzelfde als dat je ik had een buren, waren een slager. Die mensen zaten dagenlang broodjes rosbief te eten. Omdat iemand dat allemaal meesleepte. Dus dat kwam natuurlijk zo'n strot uit, snap je? Dat wil ik niet. Ik wil niet dat broodjes rosbief gevoel krijgen. Maar ik wil ook gewoon zo dat iemand zegt... Ik wil daar iets leuks, wat betaalbaar is. Ja. Waar je niet 2,5 uur denkt, wat duurt dit lang?
Nou, hoe duur is een voorstelling? Volgens mij is het betaalbaar. 17,50. Ja, dat is betaalbaar. Tenminste. Ja, zeker. Vind ik ook. Het is in ieder geval... Maar ja, we worden de hele dag een beetje bang gemaakt met energiekosten. Ja, en dit klopt. En dat en de boodschappen. Dus iedereen is heel voorzichtig aan het worden van... Nou, ja. Maar een beetje zuinig ja, aan. Dat maar klopt. Niet naar theater. Daar moeten we ook eens mee ophouden om elkaar zo bang te maken. Nou ja. En gewoon zeggen, ga het lekker doen. Tegen die tijd zien we wel weer. Ja. Herman Brood's moeder zei altijd, als het op is, worden we zuinig. Precies. Nou, dat is ook zo. En ik denk dat bangmakerij, dat is natuurlijk een aparte afdeling, maar dat is natuurlijk wel... Met wat ik aan het maken ben. Precies. Wat wij aan het maken. Het beïnvloedt, ik hoorde het net ook van jouw voorganger hier aan tafel, Jan Karsens. Mensen zijn terughoudend. Klopt. Met boeken, bestellen. Alsof ze niet durven gelukkig te zijn. Ja. Want je bent pas gelukkig als je vrij bent. Ja. En natuurlijk... Met die omdat je niet mag genieten ja. Nu, omdat... Nou ja, precies. Of van, nou, we hebben het al zwaar gehad, dus ja. we hebben het nog maar even zwaar. Ja. Dat zie je ook aan de televisie, de talkshows. Die gaan... Die kijkcijfers gaan naar beneden, maar dan denk ik vind het niet zo gek, want het is altijd hetzelfde wat je hoort. Ja, en het is allemaal negatief nieuws. We willen hier positief. Ga naar theater. Precies. Ga naar mooie voorstellingen. Ga naar concerten. Ja. Waarom niet, jongens? Ja, dat vind ik ook. Dus daarom zit ik hier ook. En ook wat ik denk van, nou, ik heb een grote school. Ik heb veel vrijwilligers nodig. Dus je denkt, ik wil daar wel eens een bar drinken staan. Of ik wil... Kom, en het was ook aan. Leuk, want toneelspelers is mijn ervaring, zijn hele leuke mensen. Nou ja, dat is gezellig. Ja. En die hebben de emotie op de oppervlakte, dus die gooit er zo uit. Ja. Dus die, nu heb je iets mee. Ja. Pak jij hem ook vast voor jouw camera? Ik heb mee, dit is de seizoensfolder. Er staat niet eens alles op, er staan maar 4 shows op. We doen er zelfs 5 of 6 dit seizoen. Dat is nogal wat. Ja, dit is heel veel. Dat is heel ambitieus, Patrick. Ja. Dus hier staat op Jozef. Ja, Jozef. Hallo, doen we in het eigen atelier. Dan krijg je de Gravin van Holland. Daar ben ik hier natuurlijk al voor geweest. Die is nou in de vergevorderd stadium. We zagen haar staan op die dag, toch? Ja, met dat klopt. Mooie kostuum aan. Ja, mooi hè? Ja, ik ben er zo blij mee. En dan krijgen we ook nog op naar Louisje. Nou, dat is helemaal een feest, die show. Wat is dat dan? Nou, dat gaat over, dat is de jongste Louisje? Jeugd. Ja? Dat is een schoolklasje. Die heeft een schoolreisje. En die mogen dit jaar niet naar de Efteling. Die moeten iets educatiefs doen. Dus ik word bij het Van Gogh Museum gezet in Amsterdam. Op maandagochtend komen ze daar aan met die school, met dat klasje. Die lerares is al overspannen, want de hulpmoeder gaat niet mee. Is die Van Gogh Museum is dicht. Zij is zo kwaad, en het gaat keihard regenen, dat ze de eerste beste kroeg in de Jordaan instapt. Dat is Louisje, op naar Louisje. En daar blijft ze de hele dag. Dus dan ga je die twee werelden gaan in elkaar overvloeien. Dus kinderen en alcohol. En daar zit daar, Bonnie Sinclair zit aan de bar. En er zit daar nog een... Dus die twee werelden gaan... Ja, precies. Dus hoe gaan we dat doen? En dan, ja, er komen nog wat verrassingen in. Dus dat wordt, net als Dingen Donker gedaan hebben, een hele leuke show. Grote voorstellingen, heb je daar genoeg mensen voor? Staan ze te trappelen? Ja, want ik moet het zelfs soms dubbel bezetten. Anders komen ze niet aan. Ja. Wat heerlijk om te horen. Fijn, hè? Heerlijk om te horen. Oké. Dus dat is dus... En er komen steeds ook nog wel nieuwe aanwas voor leerlingen bij. Op een gegeven moment is daar ook wel een halt toe, behalve jongens. Jongens en mannen kan ik altijd gebruiken. Moeten ze bij jou een soort auditie doen? Ja, dat vind ik een rot woord. Moeten ze wel wat, een beetje wat kunnen? Nou ja, kijk, je kan niet... toen we begonnen de school, zo zien maar weer hoe je gaat groeien, werd je op leeftijd ingedeeld. Nu word je eigenlijk op... Nou, dat we denken, ik wil niet zeggen niveau, want dat klinkt ook heel naar. Ja, maar dit past bij dat. Dit past echt wel bij ja, die. Ja, precies. En die moet wat bij past die. Bij elkaar. Precies, ja. Dus bij alle. Want anders krijg je te veel verschil in niveau. Van ja. De een schittert dan en de ander huppelt een beetje erachter. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld, ik heb het heet eerst de 40-plus groep. Dat heet nou volwassenen 2. Dat is vanaf 30, 35 jaar. Dat ik, als ik bijvoorbeeld een alolo zit, een oude oma, zit Franny zit ja, daar. Die. Nou, die wil ik dan niet uit de lucht halen of daar apart auditie voor laten doen. Nee, die wil ik eigenlijk uit mijn eigen leden halen. Dus daar is die groep voor. Maar die krijgen nu een eigen show. Die krijgen nou weer menopauze, een show over vrouwen die elkaar ontmoeten in een wellnesscentrum. En daar zit een complot in. En die hebben allemaal opvliegers en menopauzeproblemen. Dus die ga ik vooral voor Ladies Night straks inzetten. Oh, ja. Dus die staat nog niet op deze flyer, die komt er nog bij. Heel populair, hè, die Ladies Nights. Dat is heel populair. Dus daar werd ik op geattendeerd via de muze. Dus toen dacht ik, nou... Die zit vol, hè? Die zit... Want er gaan meiden met z'n allen, met moeders en dochters. En hoezo mag ik daar niet bij? Volgens mij vind ik dat raar. Ik wil daar ook tussen. Nou, misschien als je verkleed, als met een pruik op. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, trouwens, ik ben niet vrouwelijk te slaan, volgens mij. Ik ben echt een monster als je mijn pruik opzet. Ja? Dus dan, ja, dat je, hebt van je hebt van jezelf al een mooie bos. Ja, dat is waar, maar je moet er niet iets synthetisch op gooien. Nou, misschien dat bij jouw ladies, nadat je zegt, iedereen welkom.
toch? Maar ik snap dat het werkt, want het is natuurlijk een soort, je hebt een andere sfeer. Ja, veel bitterballen en martini en zo. Ja, nou, dat is het. Zo, ja, en, dat is het. En die rosé en zo, hè, ja, geloof ik, hè? Ja, ja. Ik kan, ga het zoals allemaal doen. Ik ga helemaal los. Oké, okay, nou, tot slot. Ik zou zeggen, doe wel een oproep in jouw eigen camera. Ja. En lok mensen naar de muze. Nou, dames en heren, het is dus de 20e en 21 november. Het is om 8 uur op zaterdag. En op zondag is het om 2:30 en om 4:30. Kaarten zijn €17,50. Het is echt een familieshow. Dus je kan er van jong tot oud. Het is een mooi verhaal. Het is een verhaal over dromen. Over dromen, je dromen achterna gaan. En je kan zijn wat je wil als je er maar in gelooft. Mooier kan je niet hebben. Super positief. Een mooie show met een lach en een traan. En er valt echt wat te zien. Fantastisch. Ja, ik wens jou daar naartoe, de weg daar naartoe, een mooie weg. Dankjewel. Een creatieve weg, ja, dat dankjewel. Kunnen we wel aan jou overlaten. Dankjewel dat ik hier mocht zijn, hè? Ja, graag gedaan. Kunst en cultuur, hè? Ja, op de, toch? Op de kaart, Patrick. Precies. En ik kom nog een keer opnieuw naar jouw atelier. Ja, stiekem dan een keer ga kijken. Je in geen privé rondleiding bij mij. Ja, want ik zat niet in jouw groepje, hè? Nee, jij zat in die andere groep. Ik zat in Annemiek's groepje. Ja. Was ook enig, ze kan heel mooi zijn. Ja, zeker. Dus zeker, daar zeker. Liggen, ja. Nee, okay, nee. Dank u dat je hier was. Graag gedaan. Tot ziens.